Jullie zijn er alweer. Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play. De Legend of Zelda Wind Waker in HD. Yeah. In de vorige aflevering hebben we dus zeg maar een hele creepy baas verslagen. Grote ogen. Daar heb ik zin in gewoon. Ik weet niet waarom. Maar in deze aflevering ga ik jullie dus iets heel speciaals laten zien. Als we dus samen heel eventjes op de kaart gaan kijken... Dan zien wij dat wij op dit moment hier zitten. En hier zit iets heel belangrijks wat je zeker niet wilt missen. Voor ons zien we een paar seagulls en als we daar naartoe gaan... ...komen wij een grote octopus tegen. Deze octopus die kunnen wij nog aan, want het enige wat je hoeft te doen is hem te raken met de boomerang. Deze heeft maar 4 ogen. Je hebt er sterkere tussen zitten. Die hebben een stuk of 8 ogen. Of zelfs sommige die hebben 12 ogen. En op zich, je kunt ze wel verslaan met de boomerang. Alleen dat neemt heel erg veel tijd in beslag. En het nadeel daarvan is... Ja... Hoe meer ogen, hoe moeilijker dat het natuurlijk is om ze allemaal te verslaan. Dus daarom heb ik deze gekozen om alvast te doen. Want als je dat zeg maar met de boomerang doet, dan is het heel erg makkelijk. Het makkelijkste is om met een ander item te doen. Een item dat we op dit moment niet hebben. Maar aangezien dat deze eigenlijk soort van op de route lag, heb ik besloten om deze gewoon te doen. Dat. Deze is namelijk heel speciaal, want die heeft namelijk een Great Fairy in zich. Yuck. Water on the wings. Het is weker, maar dat mag niet uit. Thanks to you, I have been freed from the beast's foul grasp. As thanks, I shall give you just a little of my power. Geef het allemaal, Kreng. Was dat Darkblade die weer wakker was? Af en deze vee, die geeft je dus zeg maar 2 keer zoveel magiepower. En zoals jullie zien... Nee, de wind zal vooruit in blauwe kant. Ja, geweldig. Zoals jullie zien heb ik maar 1 hartje over. Dit is een beetje fout gegaan met het farmen naar Joy Pendants. Ik heb op dit moment 60 Joy Pendants. Zoals jullie kunnen zien. En ik druk weer op het verkeerde knopje. Ha 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 ha. Nee, er is dus eventjes, dat was even een fout gegaan. Ik werd een paar keer geraakt door de moblins, dus dat was toch wel irritant. Maar goed, eventjes om oponthoud. Het is maar 1 blokje. Want ja, jullie hebben net gezien waar dat ik nou naartoe ga. We zeilen gewoon verder naar de oostenkant. En ja, pleur die map er dan nog maar eens een keer bij. Dan zal ik jullie laten zien waar dat wij op dit moment naartoe varen. We varen op dit moment hier naartoe. De reden waarom dat ik hier naartoe wil varen is niet dat ik richting huis wil. Om zoiets... Nee, ik wil nog niet langs huis. Maar er zit hier ook weer... A secret to everybody. Er zit hier ook weer zo'n submarine. En zoals we weten zijn submarines altijd heel erg handig om daar naartoe te gaan. Tenminste, zover ik weet. Nou, dan zou ik hier gelijk heel eventjes kijken of we hier die smairfish kunnen vinden. Smairfish. 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 Daar is de smairfish. Smairfish. Dus op zich, ik ben mijn kaarten, zeg maar, ja, de foto die jullie zien, dat is gewoon een complete al. Maar aangezien dat ik dus, zeg maar, bij elk vakje moet je dus, zeg maar, een beet geven. En dan krijg je dus gewoon het extra, ik ben mijn timer weer vergeten. Dan krijg je dus, zeg maar, het vakje ook ingekleurd op je D-pad of op je gamepad. Of, ik noem het elke keer een D-pad, vraag me niet waarom. Maar dan krijg je dus dat vakje ingekleurd, zoals je dus ziet. Dan zien jullie een beetje hoe ver dat progress gaat met mijn vakjes inkleuren. Hij geeft weer een of andere hint waar we nou niks aan hebben, want dat leg ik toch allemaal zelf uit, dus daar hebben we op dit moment helemaal niks aan. Maar ja, zoals ik al dus zei, achter hem, achter dit eiland, als je dus verder zeg maar richting het zuiden vaart, dan zit daar een submarine weer verborgen. Dus ik ga heel eventjes de wind eventjes veranderen in zuid. Nee, zuid, kom op, dank je. Wel meewerken, hè, kom op. Want het is natuurlijk altijd handig om dat soort dingen mee te nemen. Nou, als je dan naar het zuiden toe vaart, dan ga je dus achter het eiland. Maar trouwens, er is hier 1 ding wat ik nou even nog kan doen. Als ik me even kies op dit eiland, als je een hoi per bij je hebt. En die hebben we toevallig 1. Als je die bij je hebt, komt er een seagull. Vaart er toch langs, dus waarom ook niet. En als ik me even kies, zit hij boven op dit eiland.
Ik heb me gruwelijk vergist hoor. Sowieso 10 rubies. Altijd handig. Maar bovenop dit eiland, daar zit een piece of heart. En een piece of heart die kun je dus alleen maar krijgen met een hoi pair. Dus, als ik me niet vergis uit het hoofd heet dit... Ik weet niet precies hoe dit eiland heet. Maar goed, we hebben dus zeg maar een piece of heart. En ik ga heel eventjes kijken hoor. In mijn hoofd weet ik echt niet meer hoe dat dit eiland pronkelijk heet. My bad. Dit is Headstone Island. Dus voor de mensen die willen weten waar dat je die piece of heart kan vinden. Headstone Island. Oké, nou ik ga heel eventjes hier nou een beetje rondvaren tot ik de submarine kan vinden. Want jullie weten hoe goed dat ik ben in subs vinden. Ja, submarines, subs vinden. Ik vind ze niet, ze komen. En daar ben ik echt heel erg blij om dat jullie gewoon zoveel support geven aan mijn kanaal. Dat jullie echt de video's leuk vinden. Jullie geven goede feedback. Ik ben echt blij met fans zoals jullie. Ik kan me echt geen betere fans veroorloven. Dus nogmaals bedankt voor jullie support. Nou, ik zie hem op dit moment nog heel even niet. Dus ik knip heel eventjes naar voren toe dat ik hem zie. Want anders krijgen we alleen maar zinloos gevaar. Dus ik ben zo bij jullie terug. Oké, ik heb hem al gevonden. Hij zat gewoon hier. Ze zijn allemaal van die kleine kloeding dingetjes. En ik ben op zich wel blij dat we die Pass of Heart gevonden hebben. Want dankzij die Piece of Heart die we nou gevonden hebben, hoef ik me dus geen zorgen te maken over mijn health in deze plek. En zo te zien hebben we hier heel erg veel bommen. En bommen zijn gevaarlijk. Nou, hier wil je dus zeg maar je boomerang heel vaak gebruiken. Aangezien dat de boomerang... De boomerang die killt die beesten dus zeg maar ook. Dus dan hoef je niet met je zwaard uit te kijken dat je per ongeluk een bom raakt. En dat scheelt nogal. Dus kijk zeker uit waar dat de bommen gegooid worden. Hou is dat een joy pendant? Nee, dat was een auw. Het was een auw. Nee, maar je wilt dus zeker uitkijken met waar dat die beesten zeg maar rondlopen. En als je dus zeg maar met je zwaard gaat slaan. Oh, was dat 2 in 1 klap? Nice. Haha, jij zult geen vrede krijgen. Jij komt echt juist niet in. Oké, als je ze allemaal verslagen hebt, dan komt er dus zeg maar weer een treasure chart tevoorschijn. En de ladder zeg maar, die zal niet 2 keer. En dan komt de ladder tevoorschijn, zodat je bij die, of een treasure chart, een treasure kist. Ik haal alle woorden door elkaar heen vandaag. Dat is niet de bedoeling. Maar goed, als je dus hier naartoe gaat. Kan ik nog spreken vandaag. Vind je dus een kistje met een treasure chart? Yay! Onderaan staat of deze inderdaad heel erg boeiend is en welke nummer dat het allemaal is. Nou, ik moet heel eventjes voor mezelf kijken welke treasure chart dat het is. Dit is eventjes een speak momentje voor mezelf. Dit is treasure chart 14. Dus, ja, dat is achter de scènes dan. Normaal gesproken weet ik dan zeg maar op welke locatie dat ik ben. Maar omdat dit een submarine is, is het dan moeilijk uit te vinden welke treasure chart dat het is. En nou dat ik al heb gezegd dat het treasure chart 14 is, ken ik dus... Ook al zeg ik het nou al, kan ik dus heel erg makkelijk het balkje aanpassen en zeggen hoe en wat dat je dus zeg maar komt. Zoals Headstone Island, welke treasure chart dat is. Nou, dat is in dit geval 7, maar het is dus nummertje 14. Zoals jullie snappen. Nou, ik laat heel eventjes weer de map zien. Zoals jullie zien, wij staan dus nu hier. En wij willen hier naartoe. Dus wat ik ga doen is, ik vaar nu eerst daar naartoe. En ik weet het, we moeten daar naartoe. Ik weet het. Maar er zijn even een paar dingen die we nou kunnen doen. En die wil ik zeker eventjes nou... out of the way hebben voordat we verder gaan. Dus ik zie jullie daar. Tot zo. Oké, eindelijk aangekomen op locatie. Ik heb weer heel veel schade genomen van een eiland onder mij. Want daar wou ik eigenlijk, zeg maar, die wou ik vullen. Alleen de mapfish die glitchte weer en wou ik beet niet pakken. En ondertussen bleef ik maar geraakt worden door de vijanden die daar rondzwommen. Dus ik ben zelfs ook een veetje kwijtgeraakt. Het heeft echt heel veel hulp gekost. Maar het allerbelangrijkste is dus zeg maar dat we hier bij deze submarine zijn. Voor de mensen die nog één keer willen weten waar dat we precies zijn. We zijn hier exact het midden van de kaart. Dus daar zijn we op dit moment. Heel erg simpel. Dus en we hebben dus een moblin. Daar ben ik eigenlijk niet zo blij mee, maar dat maakt niet uit. Goed. Wat ik wil doen is pakken heel eventjes de grappling hook. Zoals ik al zei. Die is zeker handig om mee te nemen. En wat je wil doen is je wil gewoon hun slaan. Om skull necklace te jatten. Daar hebben we nooit bezwaar tegen. Dus ik ben niet bang voor jou. Nee. Het enige nadeel is als je ze verslaat, dan komen er meer. En je ziet al op de achtergrond, zie je dus al zeg maar een kistje. En daar doen we het voor. Dus geef me je skull necklace. Dan doe ik eventjes jou slaan. En dan zijn we allemaal blij.
Oh, de paas erop, hè. Oh, dat is niet fijn. Nou ja, rubies zijn altijd fijn. Oh. Ik wist altijd dat je achter je mesje aan zou gaan, je botermesje op een stok. Mijn trap, ik trap daar niet in. Oké, nou, hoeveel mogen we wel niet van die gasten verslaan? Ja, ik jat je skill necklace, jij probeert mij te slaan, ik sla jou, ha ha ha. Ik pak je stokje, ik sla je ermee, ik gooi hem tegen je smikkel aan. Hier, hoppakee. Nou, dit is eigenlijk best wel een sterk stokje. Maar zoveel vijanden waren het nou ook weer niet, het waren maar een paar moblins. Geen wonder dat die beesten altijd falen, zeg. Wel een lond ding. Je kunt daar nog niet eens die barrels mee kapot maken. Ach ja, gratis roepjes mag je nooit in de mel kijken. Dus, en ja, ik weet het. Het Miiverse flesje, dat is weer op. Ik zal het wel voorlezen. Ik ga geen foto's maken. Dit is ook een spoiler, dus daar ga ik het ook niet over hebben. Ik vind het wel jammer dat ik best wel veel spoilers krijg. Omdat, ja, op dit moment... hebben we nog niet echt veel gedaan. En daardoor is best wel veel eigenlijk als een spoiler. Maar goed, aan de andere kant hebben we hier weer een kistje. En wat zit er in het kistje? Een piece of heart! Nou hebben we al 7 pieces of heart. Waardoor dat mijn helft weer helemaal vol is. En als we dus nog 1 piece of heart zouden vinden, hebben we al een totaal van 7 hartjes. Dus dat zal op zich wel fijn zijn. Daar ben ik eigenlijk heel erg blij om als we dat voor elkaar zouden krijgen. Maar goed, zonder dat wil ik nou toch heel eventjes weer terug naar de map. En ik denk dat we nou maar naar de locatie toe gaan. En de locatie natuurlijk waar dat we naartoe moeten, dat is natuurlijk niks anders dan hier. Dus dankjewel voor de map eventjes in beeld te brengen zonder dat ik het zei. Daar ben ik eigenlijk best blij om, want anders maakte ik een foutje. Dus ik heel even deze kaart nog inkleuren, dan gaan we daar gelijk naartoe. En dan zie ik jullie daar in waarschijnlijk 1 seconde, want editen gaat nogal snel. En daar voor ons hebben wij dus precies staan waar dat we heen moeten. Donkere wolk. Beetje dezelfde donkere wolk die we zagen bij. Look, Stefan, do you see it? What has happened to this place? Oh. Geen idee. Het zit er nogal met slecht weer en kans op storm. What's the meaning of this? The island, it's... We are too late. I knew we had precious little time, but I never suspected how little. Misschien had ik niet eerst eventjes voorbij al die submarines moeten gaan en die Big Octoroks en al die dingen moeten gaan verzamelen. A great water spirit named Jaban once lived here, but no sign of him remains. Hey daar, Stefan! Uh-oh. Oh, dat is post ingooien. Postbode. De held van de dag. Dat is de kerel. Want zomaar even aanvliegen. Dat is een end. So, you're here. I've been looking for you. Are you by any chance seeking the great spirit Jaban? I'm sorry to report to you that Jaban can no longer be found here. Just look at how this place has been torn to pieces. I suppose this too is the work of the shadow in the Forsaken Fortress. But fear not. Jaban was able to flee this island before he was attacked. He is in a safer abode now. Would you like to guess where the abode may be? On the island where you are born, on Outset. Oh, dat is schokkend. Yet even if you were going to Outset now, you would not be able to see Jaban. The cave where he hides is sealed with a mighty stone slab that repels all who try to pass it. Why, not even the pirates with their mighty ship could get in. I must apologize, Stefan. I thought if anyone would know of your whereabouts, it would be the pirates. I told him this tale without... Sorry. I told them this tale without so much as I thought for the consequences. I do not know what they hope to get, but they immediately set sail for Outset Island and try to break into the cave. It is lucky they could not gain entrance. I have heard they were last spotted on Windfall Island, but doing what, I do not know. If you wish to see Jaban, I think you better search for the pirates on Windfall Island. What an eerie this is. What an eerie island this is. Everywhere else, boats clear skies and calm seas, but this place suffers under dark clouds and rain. Valu hath been right when he asked me to bring word of Jaban to you. He called this island cursed. I would consider against staying here longer. That you would have. But that's your decision.
I have told you of Jabban, so my task is complete. Ja, oké, je bent een geweldige postbode. Hartstikke bedankt voor alles te vertellen. Maar er is hier nog één ding wat we willen doen voordat we dit eiland gaan verlaten. Zoals je dus ziet, zit daar een gaatje in de muur. En ja, Jabban heeft survived. The sea spirit has long lived the trials of many long years. He asked of Ganon of attacking... Ja, we hebben het net gehoord van de postbodeman in Gooi Gastgevel. En waar ik eerst naartoe wil gaan is naar die boot. Want sowieso heb ik bait nodig. En dat spirale dingetje, dat is ook heel erg handig. Nou hoop ik dat ik het kan halen met het zwemmetertje wat ik heb. Anders heb ik een issue. Het is de eerste keer dat we gaan verzuipen dan. Help, ik verdrink! Help mij, ik koop jouw stuff als je me niet laat verdrinken. Dank je. Ik dacht even voor een seconde dat ik het net niet zou halen, maar echt weer op die pixel, hè. En... Huh? Je hebt alleen maar een red potion. Screw you. Ik keek er eigenlijk best wel sad bij. Niet mijn probleem. Dus wat je hier eigenlijk wilt doen in de eerste instantie is... Je hebt hier dus zeg maar een... Even kijken, was het nou die of was het nou aan de andere kant? Volgens mij was het die hoor, die ik net aanwees. Zo te zien wel. Oké, dus daar wil je eigenlijk eerst eventjes naartoe, want er is een secret to everybody. Voor de mensen die het willen weten. Nee, je hoeft hier nog niet de magie upgrade voor te hebben. Je kunt het ook doen zonder de magie upgrade. Hou daar wel dan rekening mee tot je dus... wel exact goed moet mikken, want je hebt natuurlijk niet alle tijd. Wat je wil doen is, je wil naar dat eiland hier. En even over de Miiverse flesjes. Ja, de meeste laat ik gewoon liggen, want ja, het is gewoon eigenlijk een Miiverse berichtje. En het meeste bevat toch alleen maar spoilers. Maar er was mij gevraagd of ik een keertje een Miiverse bericht wou posten. En dat gaat ook zeker binnenkort gebeuren, maar ik heb jullie daar maar geen zorgen over. Maar dan zoek ik nog even een leuk momentje op. En ik wil natuurlijk dan wel mijn kleurencamera hebben. Dus goed, je wil dus hier naartoe. En we moeten dus dadelijk naar Windval. Nou, Windval was gelukkig niet zo ver weg. Als je hier helemaal naar boven toe klimt. Kom je hieruit. Dit is trouwens heel belangrijk voor later. En wat je wil doen is, je wil dus zeg maar naar dat eilandje toe gliden. Nou, de wind sowieso moet noordwest staan. Dus hou er even rekening mee dat je de wind wel op noordwest... Omhoog, links, rechts, dank je. Goed, dus je wil de wind noordwest hebben. Je hebt echt elke boost nodig die je maar kan krijgen. Dan pakken we ons blaadje. En daar gaan we. Nou, de reden waarom dat je dit wil doen is heel belangrijk. Zoals ik al zei, je hebt daar die opening. En als je daar in die opening terechtkomt, dan zit hier een kistje. En in dat kistje... Piece of Heart nummer 8! Yay! Dus zijn we in totaal hebben nou 7 hard containers. Nou, met dat natuurlijk out of the way wil ik zeggen dat we echt veel gedaan hebben. We hebben echt veel voor elkaar gekregen. Dus ja, ik dank jullie sowieso voor het kijken. En in de volgende aflevering dan hoop ik jullie natuurlijk te zien in Windfall Island. Dus, heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. Darkplay die komt terug. Maak jullie geen zorgen, maar in deze aflevering gewoon nog eventjes niet. Ik bedoel, hij heeft pas alleen een hele aflevering gehad en we weten waar dat in zijn geëindigd. Verkeerde knopje, sorry. Kan ook wel eens fouten maken. Dus ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende aflevering van Let's Play. Dan leg je op dezelfde Windweker in HD. En ja, ik weet dat de HD-counter een beetje aan de trage kant deze aflevering is. Maar ja, er is ook zoveel te doen. Dus we hebben heel erg veel te doen ook en alles dus. Ik zie jullie in de volgende aflevering. Ik denk dat ik al gelijk in Windfall Island zou staan. Want het is toch alleen maar zeilwerk wat we dan moeten doen. Dus tot dan. Doei! Zitten jullie op te wachten? Video's voorbij hoor. Ik ga afsluiten nu. Doei!